By White Goblin Games. Ik ben Martijn en dit is Endless Winter, Paleo Americans. Dit spel speelt zich af in de beginperiode van de mensheid, zo'n 10.000 jaar geleden. Je bent een stamhoofd en probeert over vier generaties je groep van jagersverzamelaars uit te laten groeien tot de beste stam in de omgeving. Ben jij degene die dit het best doet? Dan win je het spel. Je speelt Endless Winter met 1 tot 4 spelers vanaf 12 jaar en duurt zo'n 60 tot 120 minuten. Laten we het spel eens op tafel leggen. Leg het speelbord op tafel en plaats de mammoetsteen op veld 1 van het rondespoor. Verdeel de heilige stenen in tijdperk 1 en tijdperk 2 en schud ze afzonderlijk. Leg de tijdperk 1 stenen op het linkerdeel van het bord en houd daarbij rekening met het aantal spelers. Leg zo ook de tijdperk 2 stenen op het rechterdeel van het bord. Leg de vijf stapels stamkaarten onder de overeenkomstige symbolen. Verdeel de cultuurkaarten in een stapel voor tijdperk 1 en een stapel voor tijdperk 2 en schud deze afzonderlijk. Leg de stapels op tafel en dek de tijdperk 2 stapel af met de cultuurafdekkaart. Draai daarna acht kaarten van tijdperk 1 stapel en vorm hiermee het cultuuraanbod. Leg het dierenbord naast het speelbord en schud de dierenkaart. Vorm nu het jachtgebied door zoveel kaarten open te draaien als het aantal spelers plus 1. Leg daarna het totembord op tafel en vorm ook een megalietenbord door deze vier tegels neer te leggen. In het spelregelboek kan je zien welke vormen je kan maken afhankelijk van het aantal spelers. Nu gaan we het terreinbord voorbereiden. Leg de basisterreintegel op tafel en neem van elk van de zes soorten één tegel. Zoek vervolgens op hoeveel gletsjertegels en hoeveel willekeurige tegels je daarna nog toe moet voegen. Schud nu al deze tegels en leg ze willekeurig rondom de basisterreintegel. Ten slotte bereiden de spelers hun eigen speelstukken voor. Neem een spelersbord, twee grondstofstenen, twee grijze megalieten en alle speelstukken en kaarten in je eigen kleur. Plaats de stukken op deze manier op je bord. Leg je scoresteen aan het begin van het scorenspoor en plaats je twee totems onderaan beide sporen op het totembord. Neem ook de meest linkse nederzetting en zet deze op de basisterreintegel. Geef nu elke speler een willekeurige overzichtskaart, voorbereidingskaart en stamhoofdkaart. Je mag zelf kiezen met welke zijde van de stamhoofdkaart je speelt. Neem het stamhoofdfiguur dat op je stamhoofdkaart is afgebeeld en plaats hem in je houder. Plaats je stamsteen op het volgorde spoor op basis van je cijfer op je overzichtskaart. En neem vervolgens de volgende kaarten in je hand. De stamkaart, die op je voorbereidingskaart staat afgebeeld, één krijger en één vrouwelijk stamlid. Schud je overige kaarten en vorm trekstapel. Neem nu nog de bovenste twee kaarten hiervan, zodat je in totaal vijf kaarten in je hand hebt. Neem tenslotte nog de overige inkomsten van je overzichtskaart en je voorbereidingskaart, door je stenen op het voedsel- en het gereedschapsspoor naar rechts te schuiven. Mogelijk mag je ook nog een extra nederzetting op de basisterreintevel plaatsen en het kan zijn dat je nog specifieke dieren uit de stapel mag zoeken. Leg deze dan onder je bord neer en schud daarna de jachtstapel weer. Nu ben je klaar om Endless Winter te starten. Je speelt het spel over vier rondes, waarin je per ronde drie acties met je speelfiguren uitvoert en daarna een eclipsfase plaatsvindt. Na de vierde ronde vindt er nog een puntentelling plaats en degene met de meeste punten wint het spel. Laten we eens kijken naar de actiefase. Beginnend bij de startspeler en vervolgens in een speelvolgorde speelt elke speler een beurt. In je beurt begin je met het spelen van cultuurkaarten. Je mag deze kaarten uit je hand in je speelgebied leggen om direct het afgebeelde effect te activeren. De eerste kaart mag je vrij spelen, maar voor elke cultuurkaart die je daarna nog wilt spelen moet je een extra kaart betalen. Je mag er ook voor kiezen om geen cultuurkaart te spelen. Daarna voer je acties uit door je stamhoofd of een stamlid op het bovenste veld van een actiekolom te plaatsen of om hem te laten rusten. Een actiekolom bestaat uit drie delen: boven, midden en onder. Het bovenste deel mag je zo vaak uitvoeren als je wilt. Daarna plaats je je stamlid naar het midden en mag je dit deel één keer uitvoeren. Ten slotte plaats je hem op het onderste deel en als daar nog geen andere speelfiguren staan, dan mag je ook het onderste deel activeren. Bij de kolom inwijden mag je nieuwe stamkaarten nemen. Hiervoor spendeer je gereedschap en arbeid en de nieuwe stamkaarten neem je dan in je hand. Deze moeten wel allemaal verschillend zijn. Arbeid verkrijg je door kaarten uit je hand in je speelgebied te leggen en de hoeveelheid arbeidsiconen hiervoor op te tellen. Daarnaast heb je extra arbeid te besteden als dit symbool op de kaart overeenkomt met de actiekolom waar je nu je actie uitvoert, of bij de shaman als je daar één gereedschap voor inlevert. Of door voedsel te spenderen. Het onderste deel van de kaart is nu niet van toepassing. Die wordt alleen in de eclipsfases geactiveerd. Na de bovenste actie mag je in het midden één voedsel inleveren om nog een stamkaart te nemen en op je aflegstapel te leggen. Daarbij mag je ook een kaart uit je hand, je aflegstapel of je speelgebied begraven. Leg hem dan onder deze kaart. Begraven kaarten kan je dit spel niet meer gebruiken, maar lever aan het einde van het spel nog wel punten op. Bij de onderste actie mag je, als je de eerste bent, nog een kaart begraven en ontvang je één totem. Kies dan of je het linker of de rechter totem één omhoog schuift. Totems leveren aan het einde van het spel punten op. De linker voor je overgebleven gereedschap en voedsel en de rechter, afhankelijk van je respectievelijke positie, voor je begraven kaarten. Kies je voor de kolom ontwikkelen, dan mag je arbeid inzetten om cultuurkaarten uit het aanbod op hand te nemen. Vul deze nu nog niet aan. Daarna mag je een heilige steen nemen. In ronde 1 en 2 mag je kiezen uit de stenen op de linkerhelft van het bord en in de laatste twee rondes mag je uit alle stenen kiezen. Je betaalt hier het gereedschap en voedsel voor dat afgebeeld staat op je spelersbord bij de meest links vrije plek voor een steen. Nu mag je de steen hier overheen plaatsen en direct het voordeel gebruiken. Tijdens de eclipsfase zal de steen zelf geactiveerd worden. Bij de onderste actie ontvang je gereedschap en een voedsel als je wilt migreren, dan mag je de nederzettingen op het basisterreintegel plaatsen en mag je nederzettingen verplaatsen naar aangrenzende tegels. Als je bij de middelste actie 3 voedsel betaalt, mag je 3 aangrenzende nederzettingen vervangen door een dorp. Neem daarvoor het meest linkse dorp van je spelersbord en plaats de nederzettingen weer terug op hun positie. De onderste actie geeft de mogelijkheid een nederzetting te plaatsen en een nederzetting te verplaatsen. Deze nederzettingen en dorpen leveren je straks bij de eclipsfase voordelen op. Bij de laatste actiekolom kan je jagen op wilde dieren. Zet arbeid in om twee nieuwe kaarten open te draaien en op het jachtbord te plaatsen. Met gereedschap en arbeid kan je dieren pakken en onder je spelersbord leggen. Bij de middelste actie mag je één van je dieren draaien en activeren. Je ontvangt direct het afgebeelde voordeel, maar het dier telt niet meer mee bij de puntentelling. En tenslotte... Mag je bij de onderste actie een dierkaart van de trekstapel nemen. Je kan er ook voor kiezen om te rusten in plaats van je stamnet bij een actiekolom te plaatsen. Plaats je stamnet dan hier, pak één kaart van je trekstapel en je mag één van je dieren draaien om het voordeel te ontvangen. Als je jouw stamhoofd in je beurt hebt ingezet, dan mag je de eigenschap van je stamhoofdkaart activeren. Dit mag je voor, tijdens of na je andere acties doen. Na het uitvoeren van je acties leg je alle kaarten uit je speelgebied op je aflegstapel en is de volgende speler in de spelersvolgorde aan de beurt. Sommige kaarten maken het mogelijk om een megaliet te bouwen. Neem daarvoor de meest linkse megaliet van je spelersbord en plaats hem op het megalietenbord. Op deze vier plekken mogen alleen neutrale, grijze megalieten geplaatst worden, maar je mag er wel direct nog een megaliet naast plaatsen. De andere velden leveren je directe voordelen op zodra je daar een megaliet opbouwt. Je kan er ook voor kiezen om je megaliet op vier andere megalieten te bouwen en dan ontvang je direct één punt voor elke megaliet van andere spelers en twee punten voor die van jezelf die je daarmee bedekt. Als je neutrale megalieten bedekt, leveren die geen punten op. Daarnaast krijgen de spelers die bedekt worden ook één punt per megaliet die je van hen bedekt. Na de derde actie vorm je een eclipstapel door een aantal kaarten uit je hand dicht neer te leggen. Als iedereen dat gedaan heeft, begint de fase en worden alle eclipstapels opengedraaid. Tel dan de totale arbeid in de eclipstapels van de spelers. Stamleden die hebben gerust, leveren ook nog anderhalve arbeid op. Herschik de spelersvolgorde aan de hand van de hoeveelheid arbeid die geboden is en in het geval van gelijkstand wisselen de dus gelijke spelers onderling van positie. Nu voeren de spelers in een nieuwe spelersvolgorde de volgende acties uit. Ontvang het voordeel naast je stamsteen of een lager voordeel. Voer de eclipseffecten van de kaarten uit je eclipstapel uit. Ontvang de voordelen van alle terreintegels waar jij de meeste of gedeelde meeste invloed hebt. Een nederzetting levert één invloed en een dorp levert op de drie tegels waarop hij staat ieder twee invloed. Ontvang ten slotte de eclipsvoordelen op je eigen spelersbord. Na de eclipsfase wordt de volgende ronde voorbereid door de mammoetsteen te verplaatsen en alle stamleden weer terug te halen. Vul ook het jachtbord aan zodat er weer het aantal spelers plus 1 aan dieren ligt. Vul het cultuuraanbod weer aan vanuit de stapel zonder afdekkaart en daarna als het ronde 1 is leg je de aflegkaart op de bovenste stapel. Na ronde 2 verwijder je eerst nog de aanwezige kaarten zodat je de laatste 2 rondes met niveau 2 kaarten speelt. Ten slotte neemt iedereen 5 kaarten van zijn of haar trekstapel en voegt deze aan je hand toe. Mocht je trekstapel leeg zijn, op welk moment dan ook, schud dan je aflegstapel en vorm een nieuwe trekstapel. Na 4 rondes is het spel afgelopen en ontvang je nog punten voor je positie op het offerspoor. Elk van je gereedschap en voedsel dat je over hebt. Is zoveel punten waard als aangegeven staat bij de positie van de linker totem. Daarna ontvang je punten voor je positie op het erespoor. De speler die het hoogst staat krijgt deze punten voor het aantal begraven kaarten. De tweede speler deze punten enzovoort. Bij gelijkstand is de speler wiens totem verder naar links staat de winnaar. Vervolgens ontvang je voor iedere kaart, dus ook voor je begraven kaarten, de afgebeelde punten. En als laatste tel je de punten voor je niet-gedraaide dieren. Elke set is het afgebeelde aantal punten waard, afhankelijk van de grootte van de set. Ben je dan degene met de meeste punten? Dan ben je Endless Winter. En dat is hoe je Endless Winter Paleo-American speelt. Zoals je al ziet, is dit een spel waarbij je je acties goed moet plannen en rekening moet houden met andere spelers. Om bijvoorbeeld zo efficiënt mogelijk over het terrein te verplaatsen. Cultuurkaarten kunnen je enorm helpen, maar je hebt ook de kracht van je stamkaarten nodig om acties vaker te kunnen uitvoeren. En welke actiekolom gaat je tegenstander kiezen? Kan jij hem voor zijn? Naast het spel dat ik je heb laten zien, vind je in de doos ook nog twee modules. Gletsjerfiches geven je nieuwe dynamiek bij het plaatsen en verplaatsen over het terrein. En rustfiches geven extra voordelen als je je stamleden laat rusten. Beide modules zijn onafhankelijk toe te voegen aan je spel, en tenslotte bevat deze doos ook nog de spelregels en het materiaal om het spel alleen te spelen. Ik wens je heel veel plezier bij het spelen van dit spel en bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video leuk? Geef dan een duimpje omhoog, en als je nog vragen hebt, stel ze dan in de comments hieronder. Of ga naar onze website www.whitegobblinggames.com. En wil je op de hoogte blijven van ons nieuws en laatste spellen? Volg ons dan op de verschillende social media. En ik zie je snel. Doei!